Maar ik ga een keer... Ah. En die ga ik het eerst in de fik steken, daar heb ik me juist zeer aan gedaan. De lastpost gaat nog een beetje moeten wachten. Dus ik heb een lastpost nodig en ik wil hier lassen om een aantal dingen te maken eigenlijk voor mijn zijspan. Ik heb dit gekocht. Daar. Een kolomboor. Op zich heb ik ook een kolomboor nodig. Ik had hem ook nodig. Waarschijnlijk kan ik die ook goed gebruiken voor het span. Ik heb hem nu vooral nodig hier voor dit. Ik ben iets aan het maken van de kleine. Dat ze kan, een soort klimrekje dat ze kan klimmen. En dat je dat zo kunt openvouwen. In verschillende posities kun je dat dan vastzetten met die pluggen. Ik heb een patroon gemaakt eerst. Dat is dat patroon. En dan heb ik met de hand al die gaten geboord. Hier bijendien kun je het zien. Dus ik heb allemaal pluggen ingeboord. Maar gaten geboord en pluggen ingestoken. Maar je ziet, sommige van die pluggen staan scheef. En ja, als dat scheef staat, bij het minst dat dat scheef staat, sluit dat niet meer mooi aan op het andere stuk. Dus het is belangrijk dat ik dat met een kolomboor doe, dus ik heb een kolomboor gekocht. De grootste uitdaging nu is plaats maken voor die kolomboor. Ik heb trouwens ook een nieuwe video setup. Ik zal hem straks ook een keer laten zien. Ik heb heel lang de Fujifilm X-H1 gebruikt, dat is een deze. Maar dit is nu nog maar juist uit de Fujifilm XS10. Ik moet dus die kast allemaal opschuiven. Die plank moet nog kwijt. Die plank gaat eigenlijk bovenop de kast komen. Ik ben er nog niet, hè, maar dit is dus voorlopig het resultaat. Het is opgeschoven. Ja, ik snap niet goed. Ik heb daar nog een deurtje. Dus er ontbreekt nog een kast. Ik ga denk ik gewoon een kast maken waar ik die deur dan kan op bevestigen. Dat zijn kasten die tijdelijk in de keuken gediend hebben als de keuken er nog niet was. En tijdelijk in de badkamer als de badkamer er nog niet was. Dus die hebben sowieso wel dienst gedaan. Alles zit vast. Ja, ik heb zelf mijn... Amai, hoe vaak dat ik niet gedacht heb van hoe zalig het zijn, moest ik mijn spanvijs kunnen vastzetten. Dus ik heb hem nu vastgezet. Maar ik ga een keer... Ah. En hier liggen allemaal... Dat is allemaal voor de kachel. En die ga ik het eerst in de fik steken. Daar heb ik me juist zeer aan gedaan. Daarvoor ga ik denk ik zoiets zelf de kachel nog aansteken. Voor die te kunnen verbranden. Maar dat is een 350 watt. Ja, dat is een tip van... van Meatbusters. Niet Jamie, maar de andere. Die van Meatbusters is. Zijn tip, en die ook zo een makerskanaal. En zijn tip was eigenlijk van als je iets nodig hebt van materiaal, koop het goedkoopste dat je kunt vinden. En als het stuk gaat, is dat vaak omdat je het heel veel gebruikt. En als het dan stuk gaat, koop je dan een degelijke. Want dan heb je bewezen dat je hem effectief veel gebruikt. Dus ik heb een 90 euro was het. Een Einhell. Nog van alles, 350 watt. Ik denk dat dat belangrijk is, dat wattage. Tip 1 voor een unboxing. Breek eerst je cuttermes een keer af, dat je een scherpe mes hebt. Dat is hier vet. Ja, die doos is vettig. Dat zal tegen het roesten zal dat ingevet zijn. Ja. Vettige boekjes. Het is duidelijk een bouwpakketje daarmee dat zo klein verpakt is. Kijk, ik ga plaats moeten maken. Ik heb wat buiten een plateau voor op te boren, denk ik is dat. En dat is de voet van de boor. En dan heb ik hier juist dat stuk weggehaald. En dat is de boor zelf. Dat is precies wel een deel, ook helemaal vettig. Maar dat is wel een pak groter. Hè. En dat zal de kolom zijn. Dus ik denk dat ik de dien eerst ga moeten monteren. Oh, fuck. Het is weer een dien, hè, dat ik in de kachel ga smijten. Dat ding daarop moet monteren, dat ding erover schuiven.
En dan dat ding erop zetten. Hè. Ja, dat zou mij moeten lukken. Er zitten letterlijk maar drie bouten bij. Dus dat kan niet anders dan vandaar zijn. Hè. Voilà, het zit er al op. Ja, ik weet nog altijd niet dat naar beneden en naar boven gaan ze. Die dingen zullen we daar zijn. Hier moet ik die kop, die bovenkant vastzetten, dat dat goed stevig staat. En dat ding op zich beweegt niet, het is dat stukje hier. Dus als ik hier aan draai, en je ziet daar ook op die schaal hoeveel dat hem zakt en zo. Oké, dat begint al goed. Ik heb net mijn stopcontact gecheckt. Het werkt, er zit stroom op. Ik heb de boormachine aangesloten. Maar als ik op de groene knop duw, doet dat niks. Ik heb dat spatscherm geïnstalleerd. Je kunt dat zo wegklappen, dat is handig. En die boorkop, dat is denk ik friction fit of zo. Ik heb het erop gezet, maar ik kan er verder niks aan vastzetten. Dus ja, de vraag is nu waarom dat dat niet werkt, hè. Nou, daar is niet zoveel te zien. Dat is gewoon een riem die... Dat blijkbaar voor het toerental te veranderen, moet je die riem verzetten, blijkbaar. En dat zal hier een veiligheid zijn, zeker. Dat als je hem open hebt, dat hij afslaat, dat je er niet kunt tussen zitten. Misschien is dat het probleem, hè. Misschien... Ja. Ja, dat gaat het probleem zijn van, kijk, als ik hem... Dat geeft zo'n vrij luide klik. En als ik hier dat deksel dicht doe, dan hoor ik zo geen klik van die schakelaar. Ja, kijk, ik heb hem nu op zijn laagste punt gezet. Dus gewoon de dien een M10 losgemaakt. Plastiek wat doen zakken. En als ik hem nu... Dat is die schakelaar. En nu hopen dat het werkt. Mijn veiligheidsbril op. En testen, hè. Ja.